Vorig jaar, augustus 2010, stinaba a comenzar el proyecto Restauración de Ecosistema de Lac. ¿Qué significa ese? ¿De cómo nanta hacía? El luna que te viene, no está siguiendo gente que te trae arriba el proyecto. Para mostrar a vos quién está, qué nanta hacía y qué con anche logra con el proyecto. El proyecto es un proyecto de duración de 3 años. El meta último de dieta para nos por subir la cantidad de carco adulto en Bahía, de tal modo que nos po vini con un tal modo que el pueblo po come carco a trove. Aueta día 30 de agosto 2010, el primer día de nos filmación. Nuestra sala con Sabin, el biólogo y su crew. Investigación de años pasados, a muestra que el carco baja significativamente en cantidad. Pasar cuenta con el carco ave, Sabina comienza una investigación nueva. We hebben al wat gegevens van 1999 en 2007. Die gegevens zijn goed te vergelijken. Ik ga nu weer een snelle opname maken om te kijken van hoeveel carco er zit. Ik heb in heel Lac een aantal vaste punten genomen met een grid systeem, zodat ik het hele oppervlak van Lac bestrijk. En vanuit elk punt heb ik een plaats 200 meter lang, 5 meter breed, zwem ik over en dan kijk ik hoeveel levende carco ik vind. Die meet ik en dan leg ik weer terug. Dus dan heb ik een opname nu die ik kan vergelijken met 2007 en 1999. Dat meten van de carco, dat is ook belangrijk omdat een carco groeit. Hij is tussen de 3 en 5 jaar is hij volwassen. Begin van zijn leven is hij hoofdzakelijk in het zand, dus dan zie je hem niet. Maar daarna komt hij buiten. Dus kan je in de grafiek van de lengte kan je zien van nou, dat is die leeftijdsklasse. En dit brengen we nu in beeld. Dat is de eerste fase. Mientras que Sabin, Geffi y Papa te busca carco para investigar con Milinan, Jacqueline, que te traje de manera voluntaria, te investiga la hierba de Lamán. La hierba de Lamán es muy importante para el ecosistema del lago. Su función es diversa. Pisca chiquito te esconde en je, te comina para la tortuga, y arriba la hierba te crece comina para el carco. Pasa cuando comina está, nanta médico investiga la hierba. Además, la hierba te sorba ancora el sedimento en el lago. We hebben prachtige grote carco's gezien. En Evert ook. We hebben ze nu nog eentje in het filmen met. Ze laten hun oogjes er dan zo uitkomen. Dus dat was hij nu in het filmen. Dat is prachtig. Maar dit stuk zie je zelden zo rustig. Het water was zo kalm en zo helder, zegt. Het was echt schitterend. Weinig zeegras, dus ik was snel klaar. Die grote was echt mooi. Die oogjes. Die had je te kijken. Ja, hij was zo mooi. Si nos va arriba el componente de restauración Patrese e Carco Back. E parte eita e parte di projekto che sta subsidiato da IUCN.
postcode loterij. E parti ei botin Ramon, kuta leader de projekto. Botin Sabine, kuta e biologo marino, kunosa kontrata pa ejecuta e projekto junto kunos. E nos tin e descendiente di pescadona di lac, Kevin, e sun kuta traan junto con Sabine. E nos tin un otro colaborador, kuta Wereld Natuurfonds. Wereld Natuurfonds aduna nos pa e aia aki, salaris di un persona che dedica il suo tempo solamente nel lac. E sei papa. Per il mandicare il drive di Wereld Natuurfonds, papa da ricevere chiavi di pick-up nuovo di Sinapa, anche subsidiato da Venus. È una grande eer a jou in deze sleutels te overhandigen. Met dit voertuig kun jij Lac B gaan beschermen. Zorgen dat de zeeschildpadden daar kunnen fourageren, dat de queen conch zich kan herstellen en dat de zeegrasvelden goed blijven. Nou, ik wens jou een hele goede carrière toe bij Stinapa en ik heb er alle vertrouwen in dat je heel goed werk gaat doen. Dankjewel. Bedankt.